Dames en heren, een welgemeend goedenavond bij Namen en Rugnummers. Straks stel ik aan u de gasten voor. Gert Kruijs is er, dat is een ding wat zeker is. En we gaan praten met de man die gisteren onfortuinlijk uitviel in de wedstrijd tussen Utrecht en Feyenoord. Robin Ruiter, we hebben hem aan de telefoon. Robin, goedenavond. Goedemiddag is het nog. Ja, voor jou wel, vriend. Maar we zenden dit s'avonds uit. Lekker. Hartstikke goed. Nee, prima. Nou merk ik waarom je knock-out bent geweest, toch? Ja, sorry, maar dat is nog niet normaal. Je bent nog niet... Ik ben blij dat we je horen, want wat is er precies met je aan de hand? Goed. Ik heb in ieder geval een hersenschudding. En een sleutelbeenbreuk. Dus dat kost weer wat tijd om te herstellen. Ja, wij zijn ons gisteren kapot geschrokken. Wat kun jij je nog herinneren van het moment dat je in één keer achter die Jurgensen op de grond valt? Ja, vrij weinig eigenlijk. In het begin wist ik helemaal niks. Ik wist niet wat er gebeurd was, tegen wie we speelden, wat de stand was. En later kwam wel iets terug. En ik kan me herinneren tot het moment dat ik omhoog ging en daarna is het zwart. Ik ben geloof ik een minuut of 2, 3 echt helemaal buiten wedstrijd geweest. Daarna wel weer bij kennis gekomen, maar ja, wat er toen heeft afgespeeld, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. En pas vanaf een uur of 2 na dat moment ben ik me weer dingen gaan herinneren. Ja, knock-out vanwege de snijdende pijn vanwege die breuk? Nou, ik denk de klap. Ik viel natuurlijk heel raar op mijn nek en in eerste instantie had ik niet eens door dat mijn sleutel was gebroken. Dat voelde ik later wel, maar voor de rest, ik kan me gewoon niks herinneren. Nee. 6 weken staat er bij een wielrenner voor een sleutelbeenbreuk. Dat weten we, want dan kunnen ze weer opstappen. Wat geldt dat voor een voetbaldoelman? Ja, dat weet ik niet precies. Ik trek wel iets langer uit dan 6 weken. Want ja, je moet toch vol op wat kunnen duiken en het kunnen belasten met ballen tegenhouden en dat soort dingen. Maar ja, het is een nette breuk, heb ik me laten vertellen. Dus... Ik hoop zo snel mogelijk weer onder die lat te staan. Ja, na de winterstop, is dat wat je hoopt? Ja, goed. Ik vind het moeilijk om nu al een dag nadat het gebeurd is... om een datum te prikken voor mijn terugkeer. Alleen, weet je, ik wil zo snel mogelijk. Ik wil zo min mogelijk missen. En een exacte datum durf ik nu nog niet te zeggen. Ik ben hartstikke blij dat we je van de telefoon konden krijgen. Snel je bed weer in, plat blijven. Je aardig laten verwennen. Anders komt Gert Kruijs nog wel een keertje bij je langs, toch? Ja, dat lijkt me goed plan. Sterkje, jongen. Robin, heel veel sterkte. Oh, ja, we hebben hem aan tafel zitten, Gert Kruijs. Ook geschrokken, neem ik aan, gisteren. Absoluut. Robin, die aan een hele goede periode bezig is, Robin Ruiter. Die de oude Ruiter weer is in de goal. En de manier waarop het ging, we zijn allemaal geschrokken. Het was ook heel erg stil in het stadion. Ja. En het duurde heel erg lang. Ik vond het wel top van de medische staf van FC Utrecht, die dat heel goed deden. En in combinatie met de clubarts van Feyenoord. Ja. Dus dat werd wel heel goed opgelost. En wij zijn blij dat we 2 gasten hebben die dit ook allemaal hebben meegemaakt. En voor de rest nog over andere dingen gaan praten. Sander de Wijn gaat naar India. Is zojuist bij het Nederlands team geweest. En is met Kampong op weg naar de 4e plek. Hè? Ja, dat gaat wel lukken aan het eind van het seizoen. Goed. En Michael Mols, op wat voor stoel zit je? Zit je op een Feyenoordstoel of op een Utrechtstoel gisteren? Gisteren was het Telegraafstoel. slimme opmerking weer. Nee, maar heb je daar moeite mee? Nee, ik heb er totaal geen moeite mee. Het is meestal de vraag die ik krijg voor wie ben je. Maar in principe is het voor mij een win-win situatie. Ik heb met beide clubs heb ik nog nauwe banden. Met Utrecht op dit moment meer, omdat ik... De jeugd traint? Assistent ben ik dan, voor onder 19. En ik doe ook nog scouting bij Utrecht. Ja, ik zag je wel in de catacombe. En dan valt het me altijd op dat de hereniging met Feyenoord heel innig is tussen Mols en sommige mensen van Feyenoord. Ja, kijk, het is natuurlijk ook mijn laatste club geweest in betaalde voetbal. De band is nog vrij hecht. Ik kom af en toe nog wel eens een bakje doen. Ik heb nog steeds goed contact met ze. Ja. FC Utrecht tegen Feyenoord. Wat vond jij van de wedstrijd? Ja, van welke Feyenoordstoel? Je mag op allebei de stoelen zitten. Ik vond het gewoon een hele leuke wedstrijd. Natuurlijk een spectaculaire wedstrijd. Gezien scoreverloop. Vanuit Utrecht kant is het natuurlijk... vervelend dat je zo'n wedstrijd nog uit handen geeft. Zeker als je 2 doelpunten voor staat. Ja, en als je vanuit de Feyenoord oogpunt kijkt, is het natuurlijk knap dat je nog terugkomt. Wie heb je het hoogste cijfer gegeven bij Utrecht? Bahrezzit. Hoeveel?
Ik heb een 8 gegeven. Okay. Is dat veel voor Mols begrippen? Eigenlijk wel heel veel. Ik geef eigenlijk nooit een 8. En wie had het hoogste cijfer van Feyenoord? Jurgensen. En die had een? 7. Okay. Klopt dat een beetje, Gert? Nou ja, ik heb Barsiek gisteren de man met de gouden voetjes genoemd. Alles wat hij deed, daar zat een idee achter, had het overzicht, hij was geweldig. Maar er waren meer spelers bij FC Utrecht die ik erg goed vond. En ik heb de Telegraaf niet gelezen, maar ik ben benieuwd. Ik ga naar die cijfers straks kijken. En wij gaan kijken naar de reacties na afloop in Stadion Galgenwaard. Want het werd dus 3-3. De 99ste minuut was zo'n minuut waar er nog wat in Galgenwaard kon gebeuren. Dit zijn de teleurstellingen na afloop. Ja, dit voelt gewoon alsof je even zwaar op de kloot hebt gehad. En ja, we hebben zo'n goede. Het was maar één ploeg die verdiende te winnen. En daar waren wij. En maar ja, daar koop je nu niks voor. En we hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. En met het Utrechtse strijd en passie. En bevlagen natuurlijk geweldig voetbal en mooie goals. En ja, zo doodzonde dat je niet wint. Ja. Van mijn gevoel, op dit moment voelt het als een verlies. Je staat 3-1 voor met nog 10 minuten en dan, ja, zonder die extra tijd, want er komt ook ontzettend veel extra tijd bij. Ja, zoals ik al zeg, nu voelt het als een verlies, maar ik denk als we het laten bezinken en straks terug gaan kijken, dat er ook heel veel goede punten in zaten. Ja, die 3-2 is natuurlijk zwaar kloten en dan zie je bocht 9 minuten en dan brengen ze nog een paar lange mensen erin. Dus, ja, nou, jammer dat je het dan niet vol kan houden en dat er één kopduel verloren wordt. En dan zie je Kramer bij de tweede paal hem binnenlopen. Ja, dan kan je wel door de grond zakken. Als een koploper komt en je houdt een punt thuis, dan kan je vooraf zeggen van ja, dat is mooi. Maar op dit moment voelt het niet zo. Ja, we wisten wel hoe we Feyenoord pijn konden doen. En ik vond onze eerste helft ons al bovenliggend. Heel veel, toch wel wat druk op hun goal. Maar ik vond ons nog iets gereserveerd eigenlijk. En de tweede helft gooien we denk ik de schroom van ons af. En hebben ze overpowered op een gegeven moment. Ja, kom je geweldig op 3-1. Niks aan de hand. Ja, tot die 3-2 val denk ik. En ja, dan weet je dat je... Dan komen we nog een paar keer eruit. Dan kunnen we het ook beslissen. En misschien kan je 4-1 maken al. Maar ja, aan het einde is het doodzonde dat je nog 3-3 speelt natuurlijk. Er zit een aantal naïviteiten in. En dat is gewoon doodzonde. Maar je ziet wel duidelijk dat we ook tegen de beste ploeg van Nederland... dat we groeiende zijn. En dat het proces zich verder zet. En ja, dat stemt me dan toch wel weer tevreden. En dat is gewoon heel erg goed. Dat we ja, blijkbaar toch op de goede weg zijn. En wat natuurlijk ook fantastisch is, dat het publiek gewoon een geweldig mooie wedstrijd heeft gezien. Dat het een spektakelstuk was, van begin tot eind. Ik vind het mooiste wat Sander zegt bij het horen van Erik ten Hag zegt hij van dit is de beste club van Nederland, maar daar ben je niet mee eens. Hè? Nee, Ajax zit in mijn hart en die staan bovenaan. Overleven in Europa, dus... Ik ben bang dat je de uitzending niet uitmaakt. Vriend, als je zo gaat. Naïviteit, daar heeft hij het over. Waar doelt hij op, ten Hag? Op de eindfase. 3-1 voor, waarbij er toch een aantal spelers nog naar voren bleven lopen. Maar Erik heeft ook eigenlijk wel aanvallend niet ingegrepen. Want met virtuozen als Barisic en Ayoub weet je ook dat blijft gebeuren. Op een gegeven moment is hij gewisseld. Hij heeft Koch moeten brengen, omdat Kramer erin kwam. En ja, toen haalde hij Van der Meer eruit. En of hij dan helemaal er doorheen zat, weet ik niet. Maar dat is wel een hele grote, stevige verdediger. En wellicht heeft dat misschien ook wel invloed gehad. Want misschien had hij Van der Meer wel moeten laten staan. Met het oog op dat vele fysieke geweld van Feyenoord. Maar het geeft wel aan dat Utrecht echt een voetballende ploeg had gisteren. Michael, wat doet het met je op het moment dat je een betrouwbare sluitpost als Robin Ruiter verliest in zo'n wedstrijd en je staat als speler in dat veld? Nou ja, natuurlijk hebben we wel natuurlijk invloed. Zeker gezien de aard van de blessure op dat moment. Daar schrik je wel van. Dus, maar ja, aan de andere kant, je moet weer verder. Je moet toch de knop omzetten. En ja, je moet toch blijven concentreren. Ja, in het voetbal is niet gebruikelijk dat er zulke zware blessures vallen. Dat is in het hockey wel. Er komt nog wel eens veel bloed bij kijken. Schikken jullie daar ook van? Of is dat terug naar de orde van de dag dan? Nee, wat Mike ook zei. Dat heeft gewoon zeker de eerste paar minuten heel veel impact op een team. De schrik zit erin. Ja, wat hij ook zegt, het is zo snel mogelijk zaken om de draad erop te pakken. En ja, met hockey kan het nog wel iets sneller gaan met voetbal dat het omgedraaid wordt. Maar helaas bleek afgelopen weekend ook bij voetbal het geval te zijn. Dat ten nadele van Utrecht. Het was wel zo, René, dat Utrecht ook wel op 3-1 gekomen is. Het moment dat Robin er niet meer bij was. Ja. Met Jens al in de goal. Ja, ja, klopt. En met die 3-1, dan moet het team toch in staat zijn om die wedstrijd te killen. Zou je dan zeggen, oké, dan zijn we erdoor, dan zijn we dat vergeten, hebben we het doel bereikt? Nou, het moment dat het 3-1 is, dan is Robin er niet meer bij. Dus dan is die ploeg
En wel weer wakker, omdat ze dan weer het besef hebben van, nou, we gaan weer door, 3-1 maken we. Ja, en dan vergeet Utrecht de wedstrijd op slot te gooien. Dan nog steeds zie je heel veel spelers naar voren lopen. Dan zie je nog steeds balverlies wat geleden wordt. Joosten komt voor Sivkovic. En moet eigenlijk dan voorin die bal bij zich houden. Tijd winnen. Ja, dat gebeurde niet. En ja, Koch vergeet in de 99e minuut met Kramer mee te lopen. Dat zijn dus momenten waarop wedstrijden beslist worden. En ik wil Koch niet de schuld geven. Ik wil Joosten niet de schuld geven. Maar het team moet het besef hebben. 3-1 voor. Er mag nou geen muisje meer door. Wij moeten die wedstrijd nu gewoon over de tijdspannen heen spelen. Is dat volwassenheid, Michael? Missen we dat in het Nederlandse voetbal over de totale breedte tegenwoordig? Nou ja, ik zou het eerder misschien voetbalintelligentie noemen. Ja? Ja, ik denk dat wat Gert net allemaal benoemde. Ja, dat klopt er wel eigenlijk. Kijk, je staat 3-1 voor. Ja, dan moet je gewoon de wedstrijd zeg maar killen. Door een beetje tijd te rekken, op balbezit te spelen. Een beetje tempo uit de wedstrijd halen. En door het spel van sommige spelers. Ja, dan haal je toch wel de wedstrijd in leven. Maar dan is het toch een ervaringsvak. Dat op het moment dat je veel meer van dit soort wedstrijden gespeeld hebt. Je dan pas weet wat er van je gevraagd wordt. Nou ja, het is toch ook een beetje nadenken. Ja. Als je 3-1 voor staat. Dan ga je toch niet meer op de aanval spelen. Of dan ga je toch denken van nou, ik ga lekker tijd rekken. Of ik speel op balbezit. Het is echt vrij naïef. En wat Mike zegt, het is ook voetbalgochme. Het is ook weten dat je... soms moet je ook antivoetbal kunnen spelen. Soms moet je die bal de tribune overjagen. Of je moet die ballen in de hoeken. Hou die bal vast. Hou hem. Maar hoe werkte dat bij jullie jongens als voetballers? Wie gaf dan een signaal? Of wist je dat van jezelf? Ja, goed... Wij had je ook wel... Je gaat ook wel nadenken van, ja. Wat heeft de wedstrijd nodig op dat moment? Ja, maar ik denk dat dat ervaring is. En ik ben bang dat Utrecht een te jonge ploeg heeft, dat die ervaring ontbeert. Nou ja, ze hebben in ieder geval nu wel een andere ervaring. Ja. En dat zullen ze nu wel meenemen naar, als het ooit weer zou voorkomen. Nou ja, gegeven is wel dat Utrecht, en dat is een heel groot winstpunt, een aantal jonge, talentvolle spelers in de geleden heeft, die steeds beter worden. Als ik gisteren Amrabat zich spelen, ja. Troepé zich spelen, fantastisch. Maar Michael heeft ook wel een punt, want het moet ook wel een beetje in je zitten. Amrabat moet ook weten nu, Troepé moet ook weten van de momenten dat je voorstaat. Maar er is ook genoeg ervaring, hoor. Want Willem Jansen is ervaren, Barisic is een ervaren gozer, Allaire is international, weliswaar van Jong Frankrijk. Maar dat zijn jongens die eigenlijk dat ook wel in zich moeten hebben, René. Maar wie geeft bij jullie dat zijn? Ja, Cox die geeft het over het algemeen door aan mij of een bepaalde spelers in het team. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt. En dat is een combinatie van kwaliteit, slimheid en afspraak. En bij Oranje? Wie zijn dan de leiders? Ja, we gaan nu weer een nieuwe periode in. Dus ik denk dat je daar ook naartoe wil. Ik heb daar ook zeker een belangrijke rol in. Om het tactisch goed neer te zetten. En ook op dat moment te kiezen en de keuze te maken wat op dat moment nodig is. Maar wat ik dan wil weten van je, Sander, zit daar een schroom in om het dan op dat moment naar je toe te trekken en te zeggen, hé vrienden, nou gaan we dat en dat en dat doen en dan maak ik het even uit. Is dat moeilijk? Dat is bij Oranje lastiger dan bij de club. Want Oranje is natuurlijk, iedere speler is bij zijn club een topspeler en heeft daar over het algemeen veel te zeggen. En bij Oranje moet je toch op die manier alle neus in dezelfde richting krijgen. Nou ja. Dat is af en toe wat moeizamer. Bij de club gaat dat vanzelfsprekender. Ja. Hij noemt het een proces steeds, Ten Hag. Is dat ook een onderdeel van het proces, Michael, dit? Een wedstrijd dood kunnen spelen en dat er 11 allemaal hetzelfde denken en weten van oké, het is nu 3-1. Hoeveel tijd, want je schrik je te barsten volgens mij als je in één keer zo'n vent aan de zijkant ziet staan met 9 minuten. Ja, als speler zijn dan denk je van oh, we moeten nog 9 minuten. En als tegenstander denk je, oh, we hebben nog 9 minuten. Ja. Ja, hij noemt het misschien een proces. Ja, misschien jij noemt het ervaring. Ja, ik noem het voetbalintelligentie. Ja. De vraag is, komt het? Ja, wie kan het aanleren? Ja, nou ja, door dit soort dingen, dat je erover gaat nadenken, kun je zorgen dat het niet meer voorkomt. Of in ieder geval dat je de ervaring gebruikt voor andere momenten. Ja. En wij gaan het hebben over hockey ook nog eens een keer. Daar zat jij echt om te springen, hè? Dat je
hockey. Nou ja, ik vind het wel een leuke sport. Ja. Dan gaan we kijken, een gedeelde vierde plaats. Daarmee is Kampong de winterstop ingegaan en alles is dus weer mogelijk. En de play-offs zijn in het vizier. Sander de Wijn is een van de sleutelspelers bij de club uit Utrecht. Het wordt geen winterstop voor hem, want de Wijn gaat voor het grote geld naar India. En hier zitten mensen die ervaring hebben met het grote geld, Sander. Dus daar kan je straks na afloop wel uitgebreid over praten. Gisteren was hij dus nog voor even te bewonderen aan de laan van Maarschalkerweerd. Kijk mee. Dat is een mooie kans voor die jongens. Hè? Het gaat om veel geld wat ze kunnen verdienen. Dus dat is altijd prettig voor ze. Dus als daar de ruimte voor is vanuit de nationale ploeg en vanuit de club, ja, dan moet je die jongens die kans geven. En het is een hele mooie ervaring om daar te spelen. Van ons zijn het er twee, hè? Sander de Wijn en David Hart. Dus ik hoop dat ze ervan genieten en dat ze goed spelen en dat ze wel heel blijven. Want we hebben ze hard nodig gelijk na de winter. Ik had er een week van tevoren heen voordat het start. En dan eens een beetje kennis maken en trainen. Dat is best wel raar in het team. En dan gelijk begint het al. Maar dat is eigenlijk hartstikke leuk. En het zijn hartstikke goede spelers. Dus dat voel je wel allemaal elkaar gewoon goed aan. En verder gaat het gewoon als een trein. Ja, je 6 weken lang volgens mij speel je iets van 10 of 12 wedstrijden. En je bent alleen maar aan het reizen. En je leeft echt als hier als een profvoetballer zeg maar, leeft. Leef je daar als een profhockeyer. Je speelt daarvoor echt voor afgeladen stadions in India. Waar ze natuurlijk compleet hockeygek zijn. Dus die sfeer en die beleving is geweldig. En het niveau is daar gewoon goed. Hè? Het staat daar van alle landen een hele hoop internationals op het veld. En dus het niveau is daar, vergeleken met het eerste jaar van de hockey in de league, was het niveau nog zo. En nu is dat niveau gewoon heel goed. Dus ik denk dat ze er ook als hockeyer beter van worden als ze daar spelen. En ik hoop eigenlijk dat die de buikgriep beter ontwijken. Maar echte tips daarvoor heb ik niet echt voor. En dat is ook een beetje gelukt, denk ik. Gert, hoeveel aanbiedingen heb jij gehad uit dit soort India? Verre landen als trainer? Om daar als trainer te gaan werken? Ja, ik heb ooit ook een aanbieding gekregen via Rob Baan. Om te gaan werken als coach in India voor een bepaalde periode. Maar ik vond het financieel niet lucratief genoeg. Want dat India, dat trekt niet heel erg. Maar ja, ik hoorde de bedragen net van Sander. Zou ik wel gegaan zijn. Nee, maar luister, Mike, hoe vaak heb jij de kans gehad om ergens heel ver weg dit te gaan doen? Wat is heel ver weg? Australië had ik een optie. Qatar. Ja? Ja. Nooit overwogen om het toch te doen voor het geld? Nou ja, ik ben wel wezen kijken. Maar om verschillende redenen heb ik het afgezegd. Ja. Wat heeft jou doen besluiten om het gewoon te doen? Ja, ik vind het wel gemeen dat er alleen maar over het grote geld wordt gesproken, hoor. Het is een waanzinnig. Maar we verdelen het toch goed doen. Ja, zeker. Het is een waanzinnig avontuur. Afgelopen 4 jaar waren we niet in de gelegenheid met het programma van het Nederlands Elftal om eraan deel te nemen. Daar hebben we ook een commitment aan gegaan met elkaar. Om met Nederlands Elftal stappen te maken en richting de Olympische Spelen. Die zijn nu geweest. Dus nu was de uitgelegen mogelijkheid om een keer deel te kunnen nemen. En het lijkt me heel bijzonder. Indiërs, een Ier, een Nieuw-Zeelander, een Australiër, een Duitser. Die zitten allemaal in mijn team. Dus het lijkt me wel bijzonder om daar één hecht team mee te smeden. Onder een coach die een voormalig wereldspeler is geweest. Jay Stacey, een Australiër. Mm-hmm. Dus genoeg. Sportieve uitdaging. Zeker weten. Ja. Nee, maar weet je, want dat geld speelt absoluut mee. 20.000 was het volgens mij? Dollar. Ja. Dollar, heel goed. Dat is mooi. Nee, maar ik weet toch, het Nederlands volleybalteam bij de mannen heeft toen ook een commitment gemaakt van we gaan naar de Spelen en we gaan met z'n allen in die bankras zitten. Vervolgens waren die zo dief van hun eigen portemonnee dat ze uiteindelijk toen maar weer de wereld over zijn gegaan en toen goud wonnen. Is dat misschien de optie nu voor Oranje ook? Ja, het is makkelijk praten nu de Olympische Spelen teleurstellend zijn verlopen. Mm-hmm. Iedereen heeft toen de tijd bewust die keuze gemaakt om te committeren aan het programma van het Nederlands Elftal. Dat is een gepasseerd station. De volgende Spelen zijn over 4 jaar, dat is het hoofddoel. Met allerlei tussenfasen van dien, met een EK in eigen land komende zomer en een WK over 2,5 jaar. Dus nu wilden gewoon heel veel spelers het keer meemaken, zien van dichtbij, horen van andere teamgenoten die wel zijn geweest. En Quirijn is er vol lof over geweest verleden jaar. Verteld. Ja. En ik ben heel blij dat ik een van de gelukkigen ben die komend jaar de Hill mag gaan spelen. We gaan je een beetje helpen. Michael Mols heeft het meegemaakt dat hij in één keer bij een andere club kwam. Hoe kom je dan binnen? Hoe moet je je gedragen op zo'n manier, op zo'n moment? Ja, dat zou ik niet echt zo snel weten, 1, 2, 3. Maar
als ik uit mijn eigen ervaring spreek, het is wel een hele mooie ervaring. Ik denk dat het niet alleen... Kijk, het geld wat hij dan verdient, ik denk dat het een leuke bijzaak is. Maar dat weegt niet op tegen de dingen die hij gaat meemaken. In een andere cultuur, je ontmoet verschillende mensen uit andere landen. Ja, ik denk dat dat voor hem het meest aansprekende is. Ja. En dat was voor mij ook dan naar Schotland gaan. Ja. Andere competitie, met andere, tegen Mensen. Andere clubs, ja, spelen, ja. Europees. Dat was voor mij de drijfveer. Want de status die je bij Kampong hebt en de status die je bij Oranje hebt... die is nu weer terug naar nul of kom je toch als een held binnen? Nou, zeker niet als een verlosser. Ze hebben afgelopen 4 jaar hebben ze nog niet de play-offs gehaald. Dus er wordt in die zin ook geen druk verder op mij gelegd. Als gewoon een van de buitenlandse spelers die wel iets extra's de kaart trekken. Want de competitie is opgezet om het algehele niveau in India omhoog te krijgen, te verbeteren. En ja, daar zijn de buitenlandse topspelers hebben daar een voorbeeldfunctie als een duidelijke rol in om ze wat bij te brengen. En ja, dat is ook wel mijn intentie om ook de jongens daar de invloeden vanuit Nederland, hoe wij tegen het spelletje aankijken, om dat bij te brengen. En mocht er toch nog een club zijn, noem de naam van Gert Kruis. Want? Ja, toch? Ja, nou, hier. Nou, dan begrijpen ze waarschijnlijk van niks van. Van Dovo naar Mumbai. Vind ik toch wel. Dat zou niet verkeerd zijn. Ik heb toch een mooie overgang. Ja. Luister, moeten we het nog hebben over het Nederlands team dat, meen ik, geen geld wil betalen aan spelers en dat nu alles door de club opgehoest moet worden en dat vervolgens de competitie maar kleiner moet volgens Caldas? Of ben je er nog niet mee bezig? Wij als spelers zijn daar niet zo mee bezig, maar ik begrijp volledig zijn standpunten. De internationale kalender is gewoon overvol met clubcompetitie, de vele internationale toernooien met het Nederlands elftal. Nou, ook deze lucratieve competitie als de Hockey Indian League. Het zou het mooi zijn als het allemaal en kan en ze elkaar daarbij gebruiken. Alleen momenteel is dat niet het geval, dus ik denk dat er wel wat werk aan de winkel is, om het zo even kort te zeggen. Okay. Ik wens jou heel veel sterkte in Mumbai en ik hoop dat je de play-offs met ze haalt en dat je zo'n grote held terugkeert. Ik hoop het ook, het zou leuk zijn. Dankjewel voor je komst, Sander. Michael, bedankt. Voor wie was het nou, Utrecht of Feyenoord? Heel kort. Utrecht. Heel goed. En Gert, bedankt. Tot zover deze namen en rugnummers. U kunt alles terugkijken op de website www.dertigutrecht.nl/sport. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Hele prettige avond.